Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Vandaag even een gewone vlog, omdat er moeten nog een paar dingetjes gebeuren voordat ik het de huistour wil doen. Ik ga zo naar Hasselt samen met Céline, want we... Céline wou naar de Zara, denk ik, voor wat kleren voor Noah. Ik wou naar de Calzedonia en had ook nog een leuk perspakketje gekregen van Calzedonia. Dus we mochten wat bikinis gaan halen. En we gaan daarna lunchen samen met Delphine bij de Saladebox. Dus we gaan zo vertrekken en ik neem jullie mee. Ondertussen, een paar uren later, ben ik terug van Hasselt. En ja hoor, we zijn aan shopping. Zoals ik al zei, wou ik naar Calzedonia gaan. En naar de Zara voor Céline, allez, voor Noah. En in de Zara heb ik ook wel twee dingen gekocht. Oeps! Daarna zijn we naar de saladebar geweest. In Hasselt, Saladebox noemt dat, in Hasselt, aan het nieuwe plein daar, Quartier Bleu. Echt wel een aanrader, super healthy eten. Je kunt salaatjes kiezen en wij hadden Nutri Bowl, dus dat is met rijst of met quinoa. Ik had met steak erbij, dat was echt super, super, super lekker. En zeker ook de limonade pakken. De limonade is gezonde limonade daar, met citroen en munt en dat was echt zo yummy. Maar ik ga jullie nu laten zien wat dat ik heb gekocht. Als eerste bij de Zara heb ik een redelijk basic blouseje gekocht. Dit, een t-shirtje wat je zo kunt stroppen. Dat was 8 euro denk ik, 7,95. En ik zag deze tas en die wil ik heel graag hebben. Deze was 40 euro. Die ziet er van binnen zo uit. Dus ik dacht dat is wel een toffe. Kunt je veel in doen. En ja, ik vond het gewoon mooi in zo'n jeansstof. Dit is iets anders. Dat zijn de twee dingen die ik van de Zara heb. En dan bij Calzedonia heb ik al redelijk wat. Als eerste sneakersakjes in zwart, grijs en beige. Want dat is altijd handig, sneakersaks. Dan heb ik een... Ik zal eerst de bikini laten zien. Een khaki groene bikini. Triangelmodel, dat draai ik het liefste, triangelmodelletjes. En Brazilian broekjes draai ik ook het liefste. Dus met dit broekje erbij. Ik heb trouwens in de topjes altijd een 75C. En in de broekjes een small. En dan had ik dit voor erbij. Dat is zo'n jurkje. Super cute. Open rug. Zo heel flowy jurkje voor naar de beach of zo. Ik moet nu wel zeggen, ik heb helemaal geen vakantieplannen meer dit jaar. Misschien dat Niels en ik nog samen met Céline, Nick en Noah gaan in augustus, maar dat is nog niet helemaal zeker. Als dat is, dat zou fijn zijn natuurlijk. En anders hebben Niels en ik gewoon eind juli, denk ik, 2 weken vakantie thuis. Gewoon, we blijven gewoon thuis. En als de zon dan schijnt, kan ik natuurlijk ook wel bikinis dragen. Want het zijn er veel. Ik heb echt veel bikinis eigenlijk. Deze, het is zo bruin. Het lijkt zwart, maar het is donkerbruin. Met witte bolletjes, weer triangel. Topje, met dit broekje. Dit is wel iets bedekkender van achter. En dit met zo straps die je kunt binden, altijd handig. Dan dit triangel. Ja, je gaat zien, ik heb allemaal triangelmodelletjes. Maar dat vind ik altijd dat het mooiste bruint. Met, waar is het broekje? Hier. Dit. Dit is
iets meer string nog achtig van achter. Allee, string. Brazilian ook wel achtig. I like it. Dan heb ik dit bikini tapje. Dit is zo roest met glitter erin. Ook wel super tof. En dit is het broekje daarvan. Hoe werkt dat hier zo? Oep. Dit is de voorkant, ook weer met zo straps om te binden. En van achter weer zo gescrunched voor een mooie poep. Een rode. Dus de achterkant, de voorkant. Dit is het topje. Ik moet zeggen, Calzedonia heeft wel echt veel bikinis. Voor iedere wat wils en heel veel mooie bikinis ook. Oh, Milky. Your ass is in the way, hè? Put your ass to the camera. Dan deze vond ik ook wel mooi. Dat was trouwens echt pas binnen. Ziet er zo uit. Deze is de enige die zo echt voorgevallen. Ah nee, deze zijn ook voorgevormd. Oké, laat maar. Ik denk dat alleen die tijger niet is voorgevormd. Nee, deze is niet voorgevormd. Het is gewoon stof. Milky. 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 En dit is het broekje bij die bikini. Dit zou echt zo cute zijn. Stel dat ik naar Griekenland of zo ging. Maar corona said no. Dus we gaan nergens. Normaal gingen we naar Ibiza in augustus. Maar ons hotel waar we altijd naartoe gaan, Ibiza Sun Apartments, gaat niet open dit jaar. Door de corona. Dat ligt ook wel echt in het partygedeelte van Ibiza, in Playa d'Ambossa. Dus ja, ik begrijp het wel, want niemand gaat er feesten, want je kunt er niet feesten. Dus ze blijven toe. Dit is de laatste bikini met tijgers, zwart, met frulletjes aan de zijkant. Ook weer heel cute. En dit broekje wat er echt heel erg klein uitziet. Maar ze zeiden mij dat dat zo is en dat dat stretcht. Maat small. Ik vrees dat ik dat ga aankrijgen. Het ziet er dus zo uit. Ik ga ze nu ook allemaal niet passen. Daar heb ik geen goesting in vandaag. Maar ik ga ze in de week wel eens passen. Maar ik vond alleszins dat ze hele mooie items hadden daar. Ook in de Zara was ook echt veel mooi. Wel, winkelen zo nu vind ik toch maar raar. Want je moet dan zo je handen ontsmetten, toch goed opletten. Je mocht niet passen. Alleen de Zara mocht je niet passen, bij Calzedonia wel. Omdat dat daar wel kleiner is en die hebben maar één paskamer. Dus die kunnen dan wel heel de tijd ontsmetten. Maar bij de Zara mocht je niet passen. Maar je mocht wel terugbrengen, alleen ruilen of retourneren. Dus dat is wel goed. Maar ja, oké. Basic t-shirtje en een tas, dat is wel oké. Het is niet dat ik dat ga retourneren. Oké, dat is dus wat ik heb gekocht. Wat staat er nu nog op de planning? Ik ben 90 Days Fiancé aan het kijken, seizoen 4. En dit is de Where Are They Now? Oh, ik vind het echt zo'n leuk programma, 90 Days Fiancé. Hij is gewoon ook een beetje uitlachtv soms, maar ik vind het wel tof om te zien. En ik denk dat Niels binnen een kwartiertje thuis is ook van zijn werk. En dan gaan we deze avond nog eten bij Niels zijn mama en stiefpapa. Dus dat is eigenlijk nog het plan. Ik denk dat we voor de rest niet heel veel meer gaan doen. Buiten dat. Gisteren is trouwens ook de monster truck langs geweest. En ik heb binnenkort een superleuke samenwerking met hun. Dus I'm all stocked up. Stocked up, hoe zeg je dat? Met Monster. En I love it, want ik hou echt van Monster. As you guys know. Als jullie mij lang volgen, weten jullie dat wel. En ik wou jullie nog een nieuwe editie van de familie laten zien. Namelijk Dusty. Onze robotstofzuiger slash dweiler van Zaco. Ik ga hem opzetten, dan kunnen jullie hem zien, want hij zit verstopt. Daar is hem, ze. Onze Dusty.
Hoppakee. Hij is vertrokken. En Dusty is dus een stofzuiger / dweilrobot. Jawel, hij kan met nat dweilen. Te zot voor woorden. Ik wist dat eerst niet. Toen ik die besteld had, dacht ik dat het alleen maar een stofzuigerrobot was. En ik dacht, kijk, handig met mijn katten, want die is ook speciaal goed voor huisdierharen. En ik dacht, super. Bleek dat hem dus ook kon dweilen. En toen dacht ik echt, oké, wat? Ik ben hem nu een week, denk ik, vandaag. Ja, iets langer dan een week aan het gebruiken, aan het testen. En ik moet zeggen, ik ben echt super tevreden. Vroeger heb ik zelf geen robotstofzuiger gehad, maar de persoon waar ik bij woonde had een robotstofzuiger. En ik denk dat dat er een was van 500 euro of zo. En dat werkte echt voor geen meter. Deze kost 229 euro en die werkt zo goed. Zijn, noem dat, zuigfilterbakje waar al het vuil in komt, is echt elke dag vol. En hij ziet ook heel goed de kanten. En je kunt dus alles zelf instellen. Ook de hoeveelheid water als hij dweilt en al die toestanden. Hij ziet de kanten, dus dat is wel echt super gemakkelijk. Je kunt die ook zo op een uur instellen. Onze gaat altijd om 9 uur 's ochtends. Dat heb ik ingesteld, dus om 9 uur 's ochtends stofzuigt die. En twee keer in de week, vorige week, heb ik die laten dweilen. Dus dat dweilen duurt wel ietsje langer natuurlijk. Maar dat gaat wel heel goed. De batterij blijft ook echt heel goed. Ik denk bij het dweilen dat die een uur is gebleven, dus dat is wel echt ideaal. Mijn ouders zijn in Italië op vakantie. Mijn mama en mijn papa. Die sturen heel de tijd foto's dat het zo zonnig is. En hier is het echt zo'n regenweer. Maar oké, dus over Dusty. Ik heb ook een kortingscode. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Ik heb een kortingscode voor -20%, waardoor dat die nog maar 185 euro of zo, denk ik, kost. Dus dat is wel echt heel cheap voor een goede robotstofzuiger. Dat is wel zot. En dan zal ik ook het model wat ik heb ook in de beschrijving zetten. Kijk, en dan krijg je zo'n berichten. Zalig in het zonneke aan het strand. En dan hebben we dit. Gray. Maar ja, het is al gestopt met regenen. Dus dat is al iets. Hallo. Ik ben ondertussen terug thuis van bij Niels zijn mama en stiefpapa. Het was heel fijn, heel lekker. Ik heb spaghetti gegeten. Kom, Muffin. Kom. We hebben nog over. Allee, dat is voor morgen voor Niels op het werk. Het was weer heel gezellig, heel lekker. Dat was super tof. Niels moet normaal zelfs ook thuis zijn. Die was nog iets gaan halen op zijn oud appartement, een brief. Want we reden apart. Dus ik ga dit even in de frigo zetten. En ik denk dat we zelfs nog even boven tv gaan kijken. Ik weet het niet. Ik ga deze Maltesers opeten, want ik heb er goesting in. Hey schatjes. Hey baby's. Hey baby's. Mijn liefje. Oei. Het is chill avondje nog. Het is 10 uur. Dus ik denk dat we nog een uurtje of zo aan bed tv gaan kijken. Ik weet het niet. Maar ik ga even wachten op Niels. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Zijn jullie hier zo cute aan het zitten? Zijn jullie schattig? Twee cuties. Jullie kijken gewoon naar mijn Maltesers. Er zitten echt nog 4 Maltesers of 5 in het zakje. Ik heb er geen goesting meer in. Dus dat is voor morgen of zo. De meeste denken dan, och, eet die nog snel op. Maar nope. Als ik genoeg heb, heb ik genoeg.
Oké, we liggen in bed. Of ja, ik lig in bed. Niels is zich nog even aan het douchen. Ik heb mij ontschminkt. En we gaan iets op Netflix kijken. Maar we hebben de serie Control Z net afgerond. Dat is wel oké. Niet het beste, maar oké. En nu weten we niet wat we gaan kijken. Ik wil wel graag Unsolved Mysteries kijken. Dat is een true crime over ja, mysteries die nooit gesolved zijn, hè? Weet je. Dus dat wil ik zien. En ik ben theetje aan het drinken. Lavendel slaapthee. Mijn favoriet voor 's avonds. Dus als Niels klaar is in de douche, dan gaan we nog iets kijken en dan slapen. When I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Oké, we hebben de eerste aflevering van Unsolved Mysteries gekeken. Is wel goed, maar het is natuurlijk spijtig dat je niet weet wat er echt is gebeurd, hè. Want het is een unsolved mystery, ja. Maar ik vond het wel goed. Vraag je mijn mening? Mm-hmm. Ik vond het ook goed, maar ik wilde weten wie dat heeft gedaan. Wat denk je? Denk je dat hij vermoord is of denk je zelfmoord? Vermoord is. Ja. Ja, ik denk ook wel vermoord. Ja. Misschien ooit Potter. Ik denk dat het Potter was. Misschien ooit, who knows. Komt er nog een seizoen of zo dat ze er meer over weten? Want nu vragen ze ook wel van, heb je info? Laat dan iets weten. Maar ja. Oké, we gaan ook slapen nu. Het is 11:30. Morgen moet Niels weer vroeg op. Binnen 7 uur. Ja. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie snel. Weer.